Welkom bij Nieuwe Vraag op Straat. U kon vorige week stemmen. Stemmen voor of tegen een samenwerking met de Oekraïne. Ik wil heel graag weten wat u gestemd heeft, of u gestemd heeft en waarom u gestemd heeft. En misschien kan u mij ook vertellen waarom de opkomst zo mager was. Vraag op Straat vraagt het aan u. Ja, ik heb gestemd. Ja. Heb ik, ja. Ik heb wel gestemd, ja. Nee, ik moest werken. Ik ben het helemaal vergeten. Nee, ik heb niet gestemd. Ja. Ja, ik heb gestemd. Mag ik vragen wat u gestemd heeft? Ik heb tegen gestemd. Tegen? Ik heb tegen gestemd. Ik heb ja gestemd. Ik heb bewust niet gestemd. Ik vind het een beetje onzin, die referenda. Het kost allemaal geld en we kunnen voor alles wel een referendum opzetten. Maar ja, dat verdrag kwam er toch, komt er uiteindelijk indirect toch wel. En niet iedereen is goed ingelezen, dus ik vind het een beetje onzin. Omdat ik de Nederlandse politiek zo'n grote rotzooi vind, ik ben eigenlijk helemaal niet meer mee bezig gehouden. Sowieso vind ik het land nog lang niet klaar voor de samenwerking met Europa en met de Europese Unie. Het land is corrupt, de handel klopt niet, het land is in oorlog. Ze moeten eerst zelf een beetje alles op de rij zetten en dan zijn ze pas klaar voor Europa. Maar nou nog lang niet. Nou, dat is een heel goed antwoord. Er is heel weinig gestemd. De opkomst was heel erg mager. Waarom is je opkomst zo mager? Ja, ik heb nooit een referendum gezien waar de opkomst hoog was. Maar ik vind, ja, als je mag stemmen, moet je gaan stemmen. En als je het niet doet, heb je daar dan ook geen recht van spreken. Dan heb je heel veel mensen, ja, ja, als we hadden moeten. De ja-stemmers zijn in feite thuisgebleven, zeggen ze. Maar ja, ik vind het flauwekul. Als je kan gaan stemmen, moet je gaan stemmen. En anders moet je gewoon je mond houden, want je hebt geen recht van spreken. Dan heb je aan je voorbij laten gaan. Dus dan is het klaar, dan heb je pech gehad. Het is een democratie. Je mag stemmen hier. Nou, we hebben, de nee-stemmers hebben gewonnen over de 30%. En degene die niet gestemd heeft en een grote bek heeft, dat ze het zo goed weten, die hebben helemaal niks te zeggen, want die hebben geen recht om iets te zeggen, want ze zijn niet wezen stemmen. Ja, ik denk, ja, als ik voor mezelf spreek, ik denk dat heel weinig mensen echt weten waar het precies over gaat en daardoor ja, zich niet geroepen voelen om te gaan stemmen. Nou, ik denk dat het vooral is. Ik denk dat mensen zich ook te weinig inlezen, zeg maar. Ik zelf ook, ik heb me er te weinig in verdiept. En ja, dus dan... Ik snap dat wel, ja, weinig mensen gaan stemmen, omdat ze het waarschijnlijk ook niet helemaal begrijpen. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen niet duidelijk was. En dus zeer zeker dat heel veel mensen vinden dat de regering... Wij hebben een volksvertegenwoordiging en die moeten doen. En dan hoeven ze ons niet nog te vragen.